Het kan zomaar gebeuren dat je een serie zit te kijken op Netflix of een film zit te kijken in de bioscoop en dat je dan muziek hoort gemaakt in Emmeloord. Emmeloorde Jelle Ditmar is een jonge componist voor verschillende soorten media, zoals film en tv en games. Ja, goedemiddag Jelle. Goedemiddag. Ja, hoe ben jij zo in die muziekindustrie terechtgekomen? Ik heb altijd al in Emmeloord in bandjes en verschillende ensembles gespeeld. Waaronder de band Backland. En we werden toen geselecteerd voor de finale van Flevoland. En dat is de bandcompetitie hier in de provincie. Hebben we helaas niet gewonnen. Maar we werden wel uitgenodigd om te komen netwerken bij de Muzikantendag in Amsterdam. Om onze demo's te presenteren aan platenmaatschappijen. En helaas mochten we daar maar 4 van gebruiken, van die platenmaatschappijen, van die pitches. Na 4 keer werd het hem helaas niet. En bij de 5e keer dacht ik bij mezelf van, nou ja, ik ga mijn eigen muziek maar promoten. Dus de orkestrale filmmuziek. En dat bleek een schot in de roos. Dus ik moest voor die platenmaatschappij moest ik een paar demo's sturen. En uiteindelijk heeft dat mijn eerste album opgeleverd. Ja, je album met je maakt dan een beetje sferische muziek altijd? Of is het elke keer wat anders? Nee, het is wel sferische muziek voor gebruik in films en tv en allerlei andere media met audio. Voor media eigenlijk, dus met beeld. Dus ja, dat is echt wel de stijl muziek die ik doe. Ja, dan ben ik toch heel erg benieuwd. Hoe gaat dat dan? Het eerste telefoontje van Netflix. Want we hebben interesse in jouw muziek. Neem ons eens mee naar die dag. Het is dus niet zo dat ik zelf een telefoontje krijg van Netflix. Het is zo dat ik voor een platenmaatschappij muziek maak. En dat wordt dan in een enorme bibliotheek gestopt. En dan is het heel veel mazzel hebben dat je muziek eruit gepikt wordt. Ja, dan is het natuurlijk hartstikke leuk dat je hoort van die platenmaatschappij dat 3 van jouw werken gebruikt zijn in een populaire Netflix-serie. Ja. Dus dan hebben we het over Dark Desire, waar er nu 3 stukken van jou te horen zijn. Laten we eens even gewoon even de sfeer pakken van die serie. Ja, het is Spaans en we horen een gitaar op de achtergrond. Dat heb jij ingespeeld, Jelle. Ja, dat heb ik ingespeeld. Allemaal in mijn eigen studio thuis. Ja, allemaal in Emmeloord dus. Allemaal in Emmeloord, ja. Weet jij eigenlijk hoeveel mensen die serie hebben bekeken op Netflix? Krijg je daar informatie over? Daar krijg ik geen informatie over. Ik weet wel volgens de laatste statistieken dat in Nederland dat hij in de top 9 staat. Hij staat op de 9e plaats in de top 10. Mm-hmm. En in Amerika staat hij zelfs op nummer 3. Ja, dus hij is vrij groot aan het worden. Ja, en dan ook nog voor een Spaanstalige serie. Hè? Dat is helemaal hip en happening op dit moment. Maar krijg je hier nou wel een opdracht van dat is de sfeer van de film en van de series. Daar moet je een beetje aan houden? Ik krijg sowieso van de platenmaatschappij een albumopdracht. Dus we weten totaal niet waar het in gaat komen. Dat is altijd een verrassing. Maar dan vragen ze van, we willen een beetje spannende muziek. Gitaar moet erin. En dit is het muziekje wat je nu hoort. Dat is uiteindelijk het eerste album wat ik net zei. Dat ik voor elkaar gekregen heb bij de platenmaatschappij. Dus wat je nu hoort is een jaar oud al. Ja, nou, het klinkt echt fantastisch. Vraag me af. Je hebt bijvoorbeeld Hans Zimmer. Die maakte alle Hollywoodfilms de muziek voor. Dat herken je echt uit duizenden. Dat heeft een bepaald soort ritme en beat en zo. Kun je dan echt de Jelle Ditmar ook al horen? Ik heb wel geprobeerd om in mijn eigen geluid te investeren. Sowieso gebruik ik heel veel synthesizers en orkestrale elementen, net zoals Hans Zimmer doet. Uiteindelijk, de meeste mensen die mijn muziek luisteren, horen wel dat het mijn muziek is. Maar ik heb momenteel zoveel werken gemaakt dat ik eigenlijk, ik ben ook zo divers. Ik bedoel, de ene dag maak ik spannende muziek voor een detective, de andere keer maak ik muziek voor
Een dramedy-serie, dus een romantische comedy. Dus uiteindelijk is het niet één geluid dat ik heb en is het gewoon echt heel divers. Ja, het is natuurlijk heel mooi hè, dat die muziek gewoon uit Emmeloord komt eigenlijk. Je zit daar op een kamertje ergens in Emmeloord om die muziek te maken. Voor Netflix-series dus, maar ook voor een film hè, die in oktober... hij zou eigenlijk al eerder worden uitgebracht, maar omdat de corona... kwam, ja, konden we de bioscoop niet in. Dus komt hij nu in oktober. We hebben het dan over de bioscoopfilm De Schooltuin. Ook daar gaan we even een stukje van luisteren. Heb je er geen bus? Ja, maar ik Ja, de mensen die dus meekijken, die zien ook de beelden van deze film nu draaien bij ons. Dat is een film. Ja, vertel eens, wat voor film is dat eigenlijk precies? Komt in de bioscoop uit en daar heb je de muziek voor gemaakt. Maar wat voor film is dit? Dit is een film gemaakt ter ere voor het 100-jarige bestaan van de schooltuinen in Amsterdam. Dit is al sinds 1920 is dit typisch iets Amsterdams. De schooltuinen zelf komen nog wel in meerdere provincies voor. Uiteindelijk, de schooltuinen in Amsterdam bestaan nu 100 jaar. En de makers van EMS-films, die ook De Nieuwe Wildernis, de documentaire in de Oostvaardersplas hebben opgenomen, hebben opdracht gekregen van de gemeente Amsterdam om daar een bioscoopfilm over te maken. En een paar groepen kinderen uit groep 7 te volgen. Die een jaar aan de slag gaan in deze tuin. Ja, en is de film in deze muziek is de muziek in deze film is helemaal gemaakt door Jelle. Ja. Dus niet drie nummers, maar alles is. En hoe gaat zo'n bespreking dan? Dus dat word je benaderd en dan is het. Nou, nu gaan we filmen en dan moet je echt alles op elkaar afstemmen. Het is iets anders gegaan. Ik zit zelf op het SAE Instituut in Amsterdam. Dat is een school voor audiobewerking. En mijn mentor die zei van ze zoeken nog bij deze studio een componist voor hun film. En ik wist totaal niet welke film het zou zijn. En uiteindelijk zeiden ze van ja, we zijn nog bezig met filmen. Dus dit is de sfeer die je moet maken. Succes. Ja. Dus ik heb totaal niet de beelden gezien toen ik met de muziek aan de slag ging. Dus dat was wel een vrij grote uitdaging. Ja, en wanneer komt dat dan samen, de beelden en de muziek? Dat is uiteindelijk, moet ik even goed nadenken, ja, een paar weken geleden gebeurd. En toen alles in elkaar gezet werd. Wie moet dan nog het meest aanpassen? Jij of de beelden? Ikke. Ik ben altijd, ik ben de pineut. Nou is het zo, Ennio Morricone, die maakte zulke mooie filmmuziek natuurlijk, dat degene die dan zijn muziek gebruikte in de film, dat die zijn film ging aanpassen aan de muziek. Is dat waar jij ook van droomt? Dat ze zich naar jou gaan passen? Het gebeurt al wel af en toe dat de film aangepast wordt aan mijn muziek. Ik heb met deze film ook. Er waren een paar situaties waar de beelden niet lekker liepen met de muziek. Dus dat hebben ze inderdaad aangepast. Maar uiteindelijk hoop ik wel dat ik van het succes mag proeven die Ennio Morricone en bijvoorbeeld ook Hans Zimmer allemaal bereikt hebben. Ja, nou Hans Zimmer die woont in Los Angeles. Wat doe jij eigenlijk nog in Emmeloord? sowieso vind ik het erg lekker wonen in Emmeloord. Plus dat ik nog niet de ambitie heb om al meteen naar Los Angeles te vertrekken. Plus dat alles wat je nu doet, wat je ook ziet met videobellen en met Zoom en zo, kun je dat vrij makkelijk doen ook in Los Angeles. Ik heb al wel eens vergaderingen via Zoom of via Skype met mensen in Los Angeles. Ja, en dat gaat eigenlijk prima. Dus ik heb ook niet echt de behoefte om nu gelijk op stel en sprong naar Los Angeles te verhuizen. Nee, maar schets eventjes hoe jij erbij zit dan in Emmeloord in je kamer. Woon jij nou op jezelf? Woon je nog bij je ouders? Ik woon nog bij mijn ouders in huis. En momenteel ben ik fulltime bezig in deze studio. Ik hoop dat je het kan zien. Jazeker. Die heb ik zelf gebouwd in mijn kamertje. En daar probeer ik nu fulltime mijn werk van te maken. Dus schetsen wij hier even het beeld. Dat betekent dus dat de films, de Netflix aanzet. En dat het gewoon van een slaapkamertje dus. Je bed staat er als het ware naast. Ja. Uit Emmeloord komt. Ja. Ja, we kijken nooit meer naar hetzelfde. We kijken nooit meer hetzelfde naar Dark Desire. Dan moeten we meteen aan de monitoren denken. Ja, goed. Ja. Even nog. Waar werk je nu aan? Die schooltuiner die komt dan uit. Maar heb je nog iets spannends in het verschiet?
Momenteel ben ik vooral bezig om zoveel mogelijk voor muziekbibliotheken te maken. Dus voor andere platenmaatschappijen. Ja, en er zijn nog andere projecten waar ik aan werk. Maar daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Oeh, spannend. Nou, dat houdt ons ook wel weer scherp dat we dan binnenkort weer even contact hebben. Ja, je laat het ons weten als het zover is, hè? Ik laat het zeker weten, ja, absoluut. Heel goed. Nou, Jelle Ditmar, vergeet die naam niet, hè, als je naar Netflix zit te kijken. Dank je wel. Graag gedaan, dank je.